Erik Kessels. Dankjewel. Ja, vandaag wil ik niet zo veel praten over het werk wat ik zelf doe, maar overdag, maar meer over hoe ook tegenwoordig vormgevers en designers, reclamemensen en jullie digitale ontwerpers, hoe die met beeld omgaan en hoe je daar eigenlijk tegenwoordig mee om moet gaan. Want we worden overspoeld met zoveel beeld dat we eigenlijk meer editors worden dan makers van beeld. En daar heb ik een hoop voorbeelden van, want dat boeit mij ook enorm, waar ik dus ook continu mee bezig ben. Ook omdat ik natuurlijk tijdens mijn werk als vormgever en art director maak ik natuurlijk ook veel gebruik van beeld. Ik heb gewoon even een aantal voorbeelden. Waar ik er niet te lang bij stil wil staan. Maar kijk, als professional kan je eigenlijk vrij veel leren van beeld wat je tegenwoordig ook weer vindt op internet. En ook beeld van amateurs, wat je daardoor weer inspireert. Dat is nog iets voor de provincie Brabant. Oh, wacht. Ja. Sorry, die moet ik even overslaan. Ik wist niet dat ik die erin had. Ja, ik wou eigenlijk, dit is even een selectie van wat werk. Het laatste is een campagne voor het Hans Brinken Budget Hotel. Maar hier zie je ook al dat beeld eigenlijk zo over de top is tegenwoordig, omdat er zoveel voorradig is. Dat eigenlijk enorm veel veranderd is. Ik bedoel, het is ooit gestart met bijvoorbeeld digitaal, analoog beeld, met analoge fotografie. Dat is nu, dat is 15 jaar geleden naar digitale fotografie gegaan. Maar nu is het eigenlijk zo dat er dat mensen zoiets hebben, eigenlijk hoef ik al geen foto meer te maken, want er is zoveel beeld aanwezig, van waarom gebruik ik niet eerst het beeld wat er al is, voordat ik weer begin aan nieuw beeld. En ook de wetten zijn wat dat betreft een beetje veranderd, want bijvoorbeeld een hele bekende fotograaf, een Franse fotograaf, Cartier-Bresson, die had het dan altijd over een decisive moment. En dat eigenlijk alleen een fotograaf een heel specifiek moment kan maken en dan heb je een hele mooie foto. Nou, ik wilde even een filmpje laten zien van wat een vriend van mij gemaakt heeft, een collectie van foto's die hij verzamelt van internet, die eigenlijk ook totale decisive moments zijn en eigenlijk een soort tribute to Henri Cartier-Bresson. Voorradig is en waar ooit een professional echt zulke prachtige beelden maakte, wordt het nu eigenlijk door iedereen gedaan. En dat verandert dus alles. Ik wou even een aantal dingen laten zien van een tentoonstelling die ik vorig jaar georganiseerd heb. Mede samengesteld met een aantal andere mensen. Die eigenlijk over dit fenomeen gaat. En we hebben daar een soort manifest toentertijd voor gemaakt. Wat dan eigenlijk zegt van now we're all species of editors. We all recycle, clip, cut, remix en upload. We can make images do anything. All we need is an eye, a brain, a camera, a phone, a laptop, a scanner, a point of view. And when we're not editing, we're making. We're making more than ever. Because our resources are limitless, the possibilities endless. We have an internet full of inspiration, the profound, the beautiful, the disturbing, the ridiculous, the trivial, the vernacular and the intimate. We have next to nothing cameras that record the lightest light and the darkest dark. This technological potential has creative consequences. It changes our sense of what it means to make. It results in work that feels like play and work that turns old into the new and elevates the banal. Work that has a past but feels absolutely present. We want to give this work like a new status en de tentoonstelling heette dan From Here On. En even een aantal voorbeelden, daar zaten dus 36 fotografen in, of beeldmakers, die eigenlijk die ook wel een soort couch photographers zou kunnen noemen. Want zij doen eigenlijk, maken eigenlijk geen enkele foto zelf, maar componeren alleen maar het beeld uit wat er al voorradig is. Een van de eerste dingen is een Zwitserse kunstenares, die heet Corinne Vionnet. En die maakt dit soort beelden, maar deze zijn samengesteld uit ongeveer 250 beelden van het plein die ze van Flickr heeft gehaald. En dat zijn dus allemaal toeristen die dit plein gefotografeerd hebben. En ze heeft ze gewoon letterlijk over elkaar heen gelegd. En dan zie je eigenlijk ook dat, ja, het bizarre hieraan is natuurlijk dat bijna iedereen dezelfde foto maakt. Altijd het portret in het midden mooi en... nou ja, dat zie je ook bij, ze heeft dan eigenlijk alle landmarks over de hele wereld verzameld en alles letterlijk over elkaar heen gelegd. Meestal zo'n 150 tot 250 beelden. Hier ook. Ja, een ander fenomeen natuurlijk, misschien hebben jullie wel vaker daar series van gezien, maar deze is toch wel aardig ook. Dat is dat mensen eigenlijk een soort hobby eruit halen om Google Street View af te struinen. En dan deze jongen die heeft dan alleen maar gezocht naar de prostituees over de hele wereld. Je kan maar een hobby hebben, hè? Maar het is bizar dat die dus gewoon gefotografeerd zijn. En nog een hobby, dat is ook wel interessant, dat is een Duitse jongen, Jens Sundheim heet hij. Die heeft ook een hele curieuze hobby, die is namelijk thuis op zoek naar allerlei webcams, publieke webcams die er zijn bij bankgebouwen, bij, van steden, pleinen, dat soort dingen. En dan gaat hij in zijn eentje op vakantie daar naartoe en dan belt hij zijn vriendin van schat ik ben er, kun je voor mij even een screenshot maken? En dat, doet hij dus al, ja, dat doet hij dus al jaren. Dus, het is een vrij eenzame vakantieganger, maar... Ik heb ze beide gesproken, dat is allemaal geen probleem, maar de vrouw blijft altijd thuis. Ja, een andere serie is van een Nederlandse jongen, Frank Schaalmeijer. En die heeft een voorliefde om van die gay websites af te struinen. En daar zie je dan ook dat op een gegeven moment als één iemand een beeld gemaakt heeft, dat het echt totaal gekopieerd wordt. Want op een gegeven moment heeft iemand uitgevonden van luister, als ik mijn lijf zelf wil fotograferen om dat te posten op internet. En ik maak een foto van mezelf in de spiegel en ik flits, dan is mijn gezicht meteen onherkenbaar. Nou ja, dat is iets dat wordt volledig overgenomen. Iets wat ook wordt overgenomen is dat ze een geslacht fotograferen en dan vaak gewoon iets ernaast houden. Dus een cola blikje of een deo roller of dat soort dingen. Gewoon om even alleen de schaal aan te geven. En dat is ook gewoon, ja, wordt echt door iedereen overgenomen. Hier is het iets radicaler nog, worden toetsenbochten ervoor gebruikt. Wil je hem even laten staan? Of, Ja, een ander fenomeen is, een Engelse jongen heeft dat ooit gevonden op Google Earth. En dit was in Nederland, maar dat was op een gegeven moment, net toen dat opkwam, toen waren er allerlei militaire plekken in Nederland die ook verdoezeld moesten werden. In ieder geval die niet op Google Earth tevoorschijn moesten komen. En daar had iemand zich helemaal op uitgeleefd door daar een bepaald patroon van te maken. Dus niet om het te blurren, maar het was gewoon een amateur die daar werkte en die heeft daar dit van gemaakt dan. En dat, die kunstenaar noemt het dan Dutch Landscapes. Eigenlijk heeft hij er alleen maar een titel aan gegeven en hij heeft ze verzameld en opgezocht. Het zijn natuurlijk prachtige beelden eigenlijk. Ja, dit is iets wat ik ook erg bijzonder vind. Het is een jongen die heeft ook een enorme voorliefde om thuis op de bank te zitten en dan... heeft een aantal beeldschermen voor zich en hij opent ook allemaal publieke webcams. En nou ja, op een gegeven moment dan komt er zo'n zwart vlek in beeld. En dat is precies wanneer hij daar een foto van maakt. Want dat verzamelt hij namelijk. Gewoon van die webcams waar zo'n zwarte mop in beeld hangt. En wat is dit nu? Dit is namelijk gewoon een, dit is precies het moment en dat kan dan gewoon echt misschien een aantal keren voorkomen in een maand. Maar dat is precies het moment dat een vogel op die webcam landt. En die hangt dan met zijn staart in het beeld. En daar heeft hij echt een waanzinnige verzameling van. Dus het is echt, zeker in een tijdperk waar eigenlijk alles perfect is en alles goed geregeld is. En ja, dit is natuurlijk een prachtige fout. En, ik denk als je dit, toen ik dit voor de eerste keer zag, ik zal dit nooit meer vergeten. Dat is echt... Dit beeld zit gewoon in mijn geheugen gegrift. Dat is echt erg mooi. Ja, een ander project is een Franse kunstenaar, die heet Thomas Mylander. Dit is ook weer een ander fenomeen. De foto's die je hier ziet op de achtergrond, dat zijn foto's van een fotograaf uit Hawaii. En die heet Steve Young en die heeft zijn hele leven alleen maar vulkaanuitbarstingen gefotografeerd. Hij is nu gepensioneerd en die heeft dan op zijn site heeft hij een soort service dat je naar hem je eigen foto kan sturen. En die zet hij dan, zeg maar, die photoshopt hij erin en dan krijg je gewoon de high-res teruggestuurd en dan kan je daar zelf een print van maken. En deze fotograaf, Thomas Mylander, die heeft dat redelijk serieus aangepakt. Dus die heeft daar een hele fotoshoot van gemaakt met in Hawaii-shirt en die heeft dus precies ook de instructies gegeven van ja, je moet dit precies zo daarin zetten en... Maar ja, kijk, zo zie je, dit was een tentoonstelling waar er zoveel verschillende fenomenen die er nu aan de hand zijn en beeldmakers die gewoon zich eigenlijk nergens meer iets van aantrekken, maar gewoon door alle, ja, kriskras door alles heen gaan. Ja, dit was een installatie, het zijn wat installatiefoto's van die tentoonstelling. Links bijvoorbeeld is er nog een beeld van een jongen die maakt alleen maar beelden en posterbeelden en werken met beeld wat hij 's ochtends uit zijn spambox vist. Dus hij gebruikt alleen maar zijn spambox als een soort van database om tekst, beeld en dat soort dingen te nemen en dat te gebruiken. Ja, en een ander project wat ik wel aardig vond om te laten zien in dit geval ook, is een installatie die ik vorig jaar gemaakt heb bij Foam in Amsterdam. Ik werd toen gevraagd om een soort van installatie te maken, van een idee te geven van hoe het fotografiemuseum of hoe beeld in de toekomst in een museum getoond zou worden. En wat ik toen gedaan heb is eigenlijk ook gefascineerd door het feit van hoeveel nieuw beeld er eigenlijk elke dag weer bij komt. Ik heb toen 24 uur lang alle foto's die opnieuw geüpload werden op Flickr heb ik gedownload. En dat waren er, ik heb alleen dan de foto's genomen met de naam IMG en boven een bepaalde grootte. En dat waren er dan 950.000. En die zijn dan, uiteindelijk heb ik die allemaal fysiek geprint. En gewoon in een museum gedumpt. Gewoon, Dus daar kon je dan ook gewoon doorheen lopen en je kon ze oppakken. En, ja, dit was natuurlijk, als je er binnen liep was het heel, ja, enorm, had enorme impact. Maar eigenlijk ook alleen al als je gewoon er doorheen liep en één fotootje opraapte. Want dan zag je pas ja, hoe persoonlijk het eigenlijk is en hoe persoonlijk ja, mensen dat gewoon maar vrijgeven. En ja, nu wil ik nog even een aantal boeken laten zien. Uitgaves waarin ook weer die fascinaties voor beeld in staan. En dit zijn dan een aantal specifiek gericht op beeld wat, uit, wat ook echt tegenwoordig van internet komt. Al een hele tijd geleden was ik eigenlijk, vooral bij het begin van eBay, was ik echt gefascineerd door het feit hoe mensen hun eigen foto's maakten. Kijk, dit is iets wat nu totaal ingeburgerd is, maar toen de tijd was het nieuw dat je een stoel zocht en dan stonden er 14.000 foto's van een stoel op eBay. Allemaal verschillende foto's, allemaal verschillende fotografen, maar allemaal hetzelfde onderwerp. En als je dan 2 weken later keek, dan waren al die 14.000 weg en dan waren er weer 10.000 nieuwe. Dus het is echt bizar en ook voornamelijk om te zien dat mensen hun huis eigenlijk als een fotostudio gebruiken. En ja, dat zij los van amateurs als fotografen toch ook weer een soort van slimme oplossing moeten verzinnen. Want als je een witte bruidsjurk wil verkopen, dan moet je die tegen een donkere achtergrond hangen. Ja, dat is voorheen eigenlijk nooit gebeurd, want mensen waren er niet mee bezig. Mensen fotografeerden alleen maar op vakantie en ja, dit soort dingen, dat zette je dan gewoon in de krant, zonder foto. Vaak werd ook de dekbed wordt vaak gebruikt of een kleedje op de keukentafel, omdat dat gewoon een witte ondergrond is. Dan zie je ook dat er altijd muntjes of bepaalde referenties van schaal bij de producten liggen. Zoals hier, of een wit kaartje wordt erachter gehouden. Dit is een van mijn favorieten, die foto rechts. Dat zijn 2 kruisbeelden op een bank met een liniaal ertussen. Dat is eigenlijk toch wel waanzinnig, want niemand die... ja, wie zou ooit... Ik denk dat er geen enkele commerciële fotograaf of professionele fotograaf is die ooit op zo'n idee zou komen. Ik bedoel, en toch is het echt een fantastisch beeld. Tenminste, dat vind ik dan. Andere uitgave van Use of Photography, dat is eigenlijk een blad waar al dit soort foto's die normaal niet echt een podium krijgen, waar die dan in terechtkomen. En dit is dan helemaal gewijd aan foto's op porno-websites. Maar dit zijn zeg maar de foto's voordat het echt gaat beginnen. Hè? Dus dat zijn waar het talent, zo noemen ze zichzelf, de acteurs, waar zij dan echt ook wel iets van hun talent laten zien. En, dus het zijn allerlei andere acts van... driving lessons, tot verjaardagspartijtjes, verbouwingen, decoratiepartijtjes, naaien, van alles. Dan is er ook natuurlijk nog de classic pizza delivery scène. Dus je hebt de Big Sausage Pizza. En natuurlijk die foto links is ook zo'n klassieke foto, gewoon een vrouw in een rode jurk die met een koffiekan water over zich heen gooit. Je denkt van, waarom zou ze dat doen? Maar, ja, dan een reeks boeken die ik maak, waarbij ik eigenlijk vaak ook foto's die ik foto's van amateurs die ik vind op een rommelmarkt of online, eigenlijk weer uit zijn context haal en die gewoon als een soort op romanformaat publiceer in een zeg maar fysiek weer print. Omdat er dan toch op een bepaalde manier dat je een bepaalde rust hebt en een volgorde waarin je daar doorheen kan gaan. Ik zal even een aantal van deze laten zien. Allereerst, dit is één wat ik ook op internet vond. Dat zijn namelijk websites van jagers uit Texas. En die hebben zo'n klein kastje, dat hangen ze aan een boom in het bos. En er zit een soort sensor in en dan doen ze hun digitale of analoge camera doen ze erin. En alles wat voorbij dat kastje loopt, dat wordt gewoon plat geflitst. En ja, daar komen dit soort foto's uit. eigenlijk hele bijzondere, totaal per ongeluk ontstaande beelden. Eigenlijk zijn de herten in die foto's zijn ook zelf de fotograaf eigenlijk, want zij hebben gewoon het beeld gemaakt. Ja, soms zijn het hele mooie dingen, die, vooral als je weet van waar die jagers die beelden namelijk voor gebruiken. Dat zal ik zo even laten zien. Kijk, hier is iets te dichtbij gekomen, ook het beest heeft zich totaal rot geschrokken. Je hoeft er ineens meer afgeschoten te worden. Want die beelden gebruiken ze vaak om, er zit al een code in van de datum en de tijd. En daar, de volgende week gaan ze er gewoon liggen op hetzelfde moment met hun geweer en dan wordt het beest afgeschoten. Ja, een ander boekje wat ik gemaakt heb is van een konijn in Japan. Het beest heet Oolong. Een eigenaar die had eigenlijk vanaf 1999 een soort weblog gemaakt waarbij hij eigenlijk elke dag een nieuwe foto van het beest uploadde. Dat was nog echt met een van de allereerste digitale camera's gedaan. Maar elke dag kon je gewoon een nieuwe foto van het beest zien, want het beest had namelijk een soort enorme gave om alles op zijn hoofd te kunnen balanceren. En eigenlijk is het ook heel erg leuk, elke dag dat je als je opstaat gewoon, voordat je echt gaat beginnen, gewoon eerst even naar die site toe en dan elke keer kreeg je wel een nieuw beeld. En ja, werd steeds gekker natuurlijk. Ja, hij was ook enorm, ja, deze is ook erg mooi. En hij was ook erg goed in het balanceren. Nou, op een gegeven moment kon je ook volgen dat het niet meer zo heel goed ging met Oolong. En nou ja, dat ging ook van dag tot dag ging dat wat slechter. Totdat hij op een gegeven moment, 's ochtends zag je dit beeld. Maar dat was dan nog niet de laatste, want de laatste kwam de volgende dag en dat is dan deze. Het zijn trouwens twee winterpenen, niet dat je denkt dat het de oren zijn. Maar het is gewoon wel aandoenlijk om zoiets online dan te volgen en nou ja, dat vind ik er erg leuk aan. Ja, een boek wat ik net vorige week heb afgemaakt, dat is ook iets wat ik eigenlijk gevonden heb door... dat er op een gegeven moment via Google een beeld opdook, omdat ik aan het zoeken, op zoek was naar iemand die in het water stond. En toen dook dit beeld op. Maar niet alleen deze, er was ook nog een andere, dat was deze. Dus het begon wel vreemd te worden. Ik was wel nieuwsgierig van wat gebeurt hier. En op een gegeven moment ben ik erachter gekomen, want die man die foto's van zijn vrouw maakte steeds, die heeft het al 30 jaar gedaan nu. En die heeft namelijk een obsessie om zijn vrouw gewoon... altijd met kleren aan in het water te fotograferen. En altijd nat. Dus ik had dan gezien dat hij een hele fotostream op Flickr had. En contact met hem opgenomen en met hem over zijn fetish gehad. En er werd gewoon... ja, de beelden die hij stuurde en mailde naar mij, die werd steeds gekker en gekker natuurlijk. En nou, zij zien dit nu echt als een soort... ja, wet fantasy, hè. Dus ook 's nachts gaan ze stiekem naar een publiek fontein en dan maken ze foto's samen. Hij gaat vaak ook het water in. Dus niet dat je denkt dat het maar eenrichtingsverkeer is, maar... Ja, soms ook als het regent, dus het is altijd nat. Maar dat is al 30 jaar lang. Hij heeft ooit Valerie heet zij, hij heet Fred. En... hij heeft Valerie ontmoet en hij is echt super blij ermee, want ze gaat overal in mee. Dus zelfs, ja, het wordt gekker en gekker, want op een gegeven moment ook 's winters, maakt niet uit, gewoon hupsakee. Hoppa, en dan met de tas aan ook, gewoon de tas heeft ze om. En dan weer lekker drijven, dus... Maar op een gegeven moment, ik wilde dat, hij vond het wel mooi dat ik het boekje zou maken. Maar er was nog een soort kick van mij. Ik heb dan 400 exemplaren van het boek zijn op plastic gedrukt. Plastic papier. En mijn kick was het dus om dat boekje op te sturen. En zodat zij weer een foto zouden maken met dat boek in het water. En dat heb ik dan gedaan en ik kreeg een e-mail van hem terug. En ik zal even die e-mail voorlezen, want dat is erg grappig. Dat is Hello, Eric. I have sent a dozen of photos from our afternoon book swim. I hope they meet what is needed for publicity photos. I've Photoshop touched them up for good presentations. I shot well over 100 views, and these are the best. The shoot went well. We were both in the mood. And there was a light overcast as hoped for, with no harsh shadows. Valerie wanted to know if the book was really to go into the water. I said yes. The book slipped down into the water a little bit at a time, Valerie taking it and herself in deeper as the photos progressed. Eventually it was fully under. We enjoyed the tantalizing intrigue of it. Het is echt een soort van film bijna dit. After the photo sequence, ik was ook nog vergeten, dat was ik was vergeten te vertellen dat het boekje op plastic gedrukt was. Dus dat wordt dan ook heel leuk. After the photo sequence, we both swam with the book, looking again at each picture. The water was not seeming to have any effect on it. We must have enjoyed 2 hours in the water with it. I rinsed it off in the house, dried off each page and placed paper towels between each page. The book seemed to have withstood the lengthy adventure just fine. Love the whole business. En dan zijn dit dan de... Ja, dat is dan... Nou, tot slot nog één boekje. Dat is, vind ik zelf altijd wel leuk. Ik bedoel, het gaat dan, ik heb nu eigenlijk alleen dingen laten zien die je online vindt. Maar je moet natuurlijk ook, offline en in ieder geval ook fysiek nog altijd ogen de kost blijven geven. Dit is iets wat ik gevonden had in een familiealbum in Amerika. Dus namelijk een familie en die vecht een beetje met... dat is een van de grote mysteries binnen fotografie. Dat is namelijk, hoe fotografeer ik mijn zwarte hond? En dat is eigenlijk altijd misgegaan bij deze mensen. Want hun hele leven hebben ze die zwarte hond proberen te fotograferen. En ze hadden dan ook weer te donkere banken. En, dus dat beest sopt de hele tijd weg. En het is gewoon een soort grote zwarte silhouet. En... het is één groot big failure. Ook buiten, dan staat hij weer net in de schaduw toevallig. Nou, en op een gegeven moment zit dan wel in dat hele album, want op een gegeven moment zijn ze gewoon totaal desperaat. Op een gegeven moment zit er dan wel één beeld in, want ze zijn zo gefrustreerd, dan gaan ze de boel echt totaal overbelichten. En dat is dan deze. Oké, dankjewel.